Hey allemaal, ik ben Tara van het YouTube kanaal Be Tara en ik ben super blij dat je kijkt. Vandaag heb ik een, al zeg ik het zelf, leuke video. Want vandaag ga ik een hele make-up look maken met maar enkel één merk. En Be Creative is een make-up merk exclusief te verkrijgen bij Issy Paris XL. Viert nu hun 5-jarig bestaan en ik heb de kans gekregen om een samenwerking met hun aan te gaan en jullie mijn favoriete producten weg te geven. Officieel was het de bedoeling om 5 producten weg te geven, omdat ze 5 jaar bestaan, maar ja. Jullie kennen me ondertussen al en jullie weten dat dat er net iets meer zijn geworden. Namelijk een hele doos vol. Als jullie willen weten wat er exact in die doos zit en beter nog hoe je het kan winnen, kan je dat op het einde van deze video zien. En de producten die ik weggeef, die ga ik ook nu op mijn gezicht gebruiken. Ik ga beginnen met de Be Photo Perfecting Primer. Dit is mijn lievelingsprimer van Be Creative. Dit is over het algemeen wel een van mijn favoriete primers. Hij ruikt super lekker, hij is super fris. En hij werkt echt als een soort lijm. Als ik mijn make-up met deze basis aanbreng, dan ben ik er eigenlijk wel zeker van dat mijn make-up goed blijft zitten. Daarom is dit al een van de productjes dat ik ga weggeven. Dan heb ik hier de Feather Finish Matte Foundation. Bee heeft 2 verschillende foundations en dit is hooguit mijn favoriet van de 2. Deze foundation is heel dun van textuur, maar geeft desondanks dat hij zo dun is, heel veel dekking. En dat zijn 2 dingen waar ik enorm veel van hou. Ik zou de foundation semi-mat noemen, want als die opdroogt, hoort hij niet super mat op. Wat ik enkel maar een voordeel vind. Want hele matte foundations vind ik niet erg mooi, omdat ze dan zo'n soort van gaan krakeleren. Dus in het begin had ik wel bang toen ik deze voor de eerste keer ging gebruiken. Omdat hij ja, als mat wordt beschreven. Maar ik moet zeggen dat ik de finish echt heel mooi vind. Als je een goede budget foundation zoekt, zou ik echt eens een kijkje naar deze nemen. Ik wou hem in mijn giveaway stoppen, maar ja. Ik weet natuurlijk niet wie de winnaar gaat zijn en welke huidskleur dat die gaat hebben. Dus ja, echt erg veel tinten in. Want meestal met zo van die budgetmerken heb je al snel dat je maar 3 of max 4 tinten kunt kiezen. En deze tinten gaan echt van 1 tot en met 9. En er zit echt de allerlichtste tot de allerdonkerste kleur in. Dus je gaat sowieso, ongeacht je huidskleur, je tint vinden. En dat vind ik echt wel iets heel mooi dat ze echt aan elke huidskleur hebben gedacht. Want dat doen ook niet alle merken. Oh, ik zou deze foundation echt veel vaker moeten gebruiken. Ga ik mijn gezicht afpoederen met deze Photo Perfecting Mattifying Powder van Bee. Ja, en zoals je aan de verpakking kunt zien en aan de lettertjes die al bijna helemaal weg zijn, gebruik ik deze heel erg veel. Hij lijkt super wit, maar hij is gewoon doorzichtig zoals je ziet. En hij geeft ook geen flashback op foto's. Yes! Dan heb ik hier deze super grote en super mooie bronzer van Bee in de kleur 03 Sunset. Ik ga hem even laten zien. Hij is echt gigantisch groot. Hij is bijna zo groot als mijn hoofd. En het is echt een super, super, super mooie bronzer die ik daarom dus ook weggeef. Dit zorgt echt voor het allermooiste effect. Dus hiermee warm ik mijn gezicht op. En om wat glans aan mijn gezicht te geven, gebruik ik deze highlighter van Be Creative weer. Dit is een baked highlighter. Dus een baked highlighter geeft altijd een super mooie finish. Hoe mooi zijn alle verpakkingen trouwens. Echt gewoon sleek, chic en zwart. Daar hou ik echt van. En deze geef ik ook weer weg. En nu mijn basis erop zit, kunnen we verder met de ogen. En hiervoor gebruik ik, hou je vast, waar het borsteltje net van uitviel. Het Essential 2 palet van Be Creative. Rood, roze en ja, een beetje paars en taupe-achtige tinten. En jawel, ook dit supermooi palet geef ik weg. Als basis begin ik met het allerlichtste kleurtje in het palet. En vervolgens neem ik het kleurtje daarnaast om er een beetje overheen te deppen. Het
dan neem ik deze bruin taupige kleur om in mijn arcadeboog aan te gaan brengen. Met het fluffy kantje van het penseel. Dan neem ik deze voorlaatste donkerbruine kleur. En die ga ik met het fijn crushje aan de buitenkant van mijn ooghoek gaan aanbrengen. En dat zo naar buiten toe vegen. En dan met de allerlaatste kleur, dit is echt een super mooie kleur trouwens. Het is zo'n beetje zwart met een paarse glitter in. Die ga ik dan ook nog eens in mijn arcadeboog aanbrengen, maar weer enkel langs de buitenkant. Voor weer dat donker accent te leggen. En hier ga ik een heel fijn donker randje aan mijn wimpers zetten, zowel van boven als van beneden. Oké, up next is mascara. Dit is een van mijn favoriete mascara's. Ik gebruik deze heel graag. En ja, uiteraard geef ik daarom deze dus ook weg. Ik moet niet uitleggen waarom dat dit een van mijn favoriete mascara's is, denk ik. Als mijn ogen af zijn, ga ik mijn wenkbrauwen bijtekenen met deze Perfect Brow Kit van Be. Eerlijk gezegd echt zo lang geleden dat ik nog een wenkbrauwpoeder heb gebruikt. Vroeger deed ik mijn wenkbrauwen altijd met de wenkbrauwpoeder. Op een gegeven moment heb ik mijn wenkbrauwen zo overplukt dat de wenkbrauwpoeder eigenlijk niks meer kon redden. Ik vind de wenkbrauwpoeder heel erg mooi voor als je volle wenkbrauwen hebt, om ze dan een klein beetje bij te kleuren. Heb ik hier mijn eigen samengesteld blush palet. Ik vind dat ze echt super fijne blushes hebben. En voor deze look ga ik het kleurtje Blossom gebruiken. Niet te hevig, maar je ziet ze toch. En dat is echt waarvan ik hou in een blush. Want ik hou eigenlijk niet van blush. En dan heb ik als allerlaatste nog deze lipgloss die ik ga aanbrengen. En dit is de Licious Lips Intense Gloss in de kleur 012 Miracle. Miracle? Ja, het is op zijn Frans geschreven. En ook deze geef ik weg. En dan ga ik mijn gezicht nog afwerken met deze Be Photo Perfecting Make-up Setting Spray. En ja, hier zijn we dan. Nu veronderstel ik dat jij wilt weten hoe je al deze producten kunt. En dat is eigenlijk heel simpel. Het zijn drie simpele stappen. Dat is abonneer je op mijn YouTube kanaal. Like deze video en laat bij de comments achter dat je meedoet. Zo simpel is het. Moest je al geabonneerd zijn op mijn kanaal, zet dan even het notificatiebelletje aan. Op mijn YouTube kanaal zie je ergens een belletje staan. Klik daarop om die aan te zetten, zodat je ook op de hoogte blijft van mijn video's. En dan ga ik nu laten zien wat hier allemaal in zit. Want daar ben jullie ook natuurlijk heel benieuwd naar, veronderstel ik. Ik ga even de productjes overlopen. Hier zit een toiletzakje van Be Creative in om al je make-up in te steken. Alhoewel dat ik niet denk dat alles hierin past, want het zijn nogal veel spullen. Maar ja, die heb je alvast om in je handtas te steken. De gigantische bronzer waar je volgens mij een heel leven lang mee toe gaat komen. Uiteraard de prachtige highlighter, die ook echt mooi is bij elk huidskleur. Het Essential 2 palet. Ik ben zo blij dat ik deze kan weggeven. Want hij is echt zo mooi. Een van mijn favoriete mascara's. De Lash Maniac mascara. De lipgloss die ik zojuist opdeed. De 012 Miracle Luscious Lips Setting Spray. In de Travel Size. Dus dat is de spray die ik zojuist gebruikte. En dit is de Travel Size voor bij in je toiletzakje. Om mee te nemen op reis. Ja, ik heb hier al spullen ingestoken. Even puzzelen. Ja, nee. Was er belangen daar allemaal niet in. Maar ja, deze spullen ga ik dus allemaal weggeven. Ik wens jullie alvast heel veel succes. En ik zie jullie snel terug. Bye bye.